koffie. Dank je. Kan deze staan, Henry? Nee. Let hij dat niet? Let hij wel, denk ik. Vergunning hebben we binnen van de gemeente. Moet alleen nog eventjes materiaal aanvragen. In een formulier. Dus dat kan ik ook gaan doen nu. Dus dranghekken dus en de dingen. Ja, en de containers. Ja. Gaat allemaal goed. Er is inmiddels een evenement opgemaakt bij Strava. Dat heeft Joris, die pikt dat voortvarend op. Hè? Okay, doei doei! Je hebt hier al afgebakend. Of gaan ze hier rechts? Hier gaan ze rechts af. Oh ja, dan komen ze daar terug. Ja, de vorige keer ging hier links, toch? Ja. Maar dan komt beter uit met beelden. Ja, dat hoort er allemaal bij. Hey, even show. Ja, daar komen ze aan. En hier is Steven. Zou die sterk zat zijn? Nee. Jacco, niet alleen maar buurt, nee jongen. Skon, hey. Mooi hè? Brengen wij deze terug? Jacco. Ja. Dat gaat goed. Ik zeg dat gaat goed. En ja, doe maar. Oh, Geert. Ben je er klaar voor? Nou, toch over de 200 voorinschrijvingen. Ja. Dat is echt mooi, dat komt wel aan de 270, 280 denk ik. Gewoon naar bijhalen, spulletjes denk ik straks. Ben ik bang. Mari! Wil je even helpen met dat man? Even helpen, kom helpen met dit ding. Ja, helpen. Ja, kom omhoog. Ja, doe maar. Helemaal naar achter lopen. Ja, trek maar. Oh, oh, oh. Je laat de touw los. Ja, ik laat de touw niet los, want ik heb die vaas gehad. Je laat de touw los. Hoi, hoi, hoi. Kom maar. De zak is eraf. God, nog dat je... Iemand hier, dat ik ben. Ja, knoop maar vast. Ja.
Ja, je wilt de lus maken, dat kan ook. Hier heb ik weer de scouting. Ja, dan doet hij het zelf. Mooi, Hans. De poort is dicht bij Werden. En dat is misschien wel heel. De poort is dicht. Hoe lang is het nou, hè? 7:50, Hans. Oké, okay. Ja, succes. Ja, ik ben gauw wakker geworden. Ja, als het helemaal goed kan. Dank je, doeg. Ik werd eigenlijk gesommeerd om 6:00 in de sporthal te zijn. Ik zeg 6:00, Hans. Nou ja, dat komt wel een beetje later, 6:30 dan. Ja, Jan die zei ook al van, de meeste renners die gaan dit voorbij. Is dit onze tent? Dit is onze tent. Waar is alles dan, de bananen en de tafels? Ik heb geen idee. Even zien, nou is het stofstoel eigenlijk hier zo dit uit te delen zo? Zo? Of hebben we een tovel genoeg? Nee, die moeten we op schaal, Ellie. Ja? Ja. Niet dat het zoveel, maar ja, daar is ja, zo... Ja, vraag even. Nee, dat vind ik vies. Mooi in school, hè? Ja, voor de bananen? Voor de banaan, ja. Die modder? Oh. Kijk, wat pakt makkelijk. Stiltjes zo. Ja, het mag ook gewoon een beetje raar. Ja, ik zou vanochtend in ieder geval wel een paar banaantjes met kunnen nemen. Ik denk het ook wel. Een bananencake. Ja. En Marjan, ja? Zou het zo dan dat we bijvoorbeeld hier een schaal met bananen. Ja. En een schaal met krentenbol. En ook op die kant weer een schaal met bananen. Ja. Dit zijn nieuwe pijlen. Oh. Die zijn extra dicht, voel maar. Die wegen niks. Je hebt deze pijlen, links, rechts en rechtdoor. Dan moet je allemaal een stuk of 4 meenemen of zo. Dan heb je zat en wat tie-wraps en dan kom je een heel eind. Hè? Okay. Maar, ik zou zeggen 2 groepjes van 2, waarbij jij rijdt dan met Rogier. Als jullie dan het eerste lusje van 90 pakken ja. En jullie het tweede lusje van 90. Ja, had je nog een tangetje of iets meegenomen? Ja, ik heb gewoon een tangetje. Gewoon een paar die foto gezien. Ja. Als we lachen met die pijltjes erbij. Dan heb je allebei een extra lusje. Als je dat met elkaar verbelt, dan kun je elkaar, of op elkaar wachten. Dan. Ja? Hebben jullie nog verplichting met hoeveel meter voor de afslag zo de bordjes moeten hangen als we weg zijn? Of is het gewoon... Nou, in ieder geval duidelijk voor de afslag en na de afslag moet er ook in hangen eigenlijk. Hè? Okay. Ik hoop dat ze terug aan die instructie hebben gehouden, want het is altijd de extra duidelijkheid. Hè? Na de afslag ook nog eentje aan. Ja. Veel plezier jongens. Hallo. Hoe ga je? We zijn niet eerst. We zijn very early. Maar we zijn angemeldet. Ja, we zijn een beetje zo vroeg nog. Also, we gaan nog zo. Ja, ja. Tot 8:30 liep het. Ja, erst los. Ja. Heb je nog stroomkabels? Die heb ik allemaal in de auto liggen. Oh. En ja, ik moet fietsen. Dus ik moest al terug vanmorgen op mijn laptop. Oh, kut. Nou, want ja, dit wordt niks. Want ze hebben iets nodig om op in te schrijven. We hebben pennen op en inschrijfkaart. Morgen. Hey, Hans, goedemorgen. Die doet het al. Heeft er iemand een hotspot? Waar is een hotspot? Ja, dat je internet hebt. Ik heb ik wel, dan moet ik tot het eind blijven. Ik zet hem even op. Hoppakee. Stickers? Helmstickers liggen daar. Die 4 doosjes. Oh, ik heb geen internet. Moet ik mijn telefoon niet laten, ben ik niet bereikbaar onderweg. Hè? Nee, maar dat is niet handig. Jezus, wat een slomme bak. Hè. Ja, het is een oude laptop, jongen. Geef maar een zak met geld, heb ik volgende week geld? Geld heb ik niet.
Komt het goed? Kan ik gewoon of niet? 121 voor schrijf ik hem mee eens. Ja. Zeker vanmorgen, toch? Ja, open de scanner. Komt goed, hè? Jij regelt dat, hè? Ja, ja. Ja. Geef eens even de koffiepetje, hè? Ja, ik zet zo. Ja. Hoi. Goedemorgen. Let vooral op het bordje. Alleen voor kabouters is dit. Ik heb dit geschreven. Als er ook geen vrouwen bij zijn, jongens, het komt niet goed. Nou, komt u maar. Wie is de eerste? Ja. Nog steeds geen draai, hoor. Nou, wat jammer nou. Goh. Waar kom je vandaan? Malden. Oh ja. Oh. Het is dus een thuiswedstrijd. Ja, ja, ja. Zeker. Als ik de route zag. Dus. Ja. Ik kreeg gisteren een appje van Martijn van de Pijpenkamp. Oh ja, Martijn. Ja. Martijn en Henry. Ja. Daar fiets ik mee vandaag. Ja. Ja. Henry is onze grote klimmer, hè. Oh, dat is echt niet normaal. Ja. Overal waar kom ik hier bij hem, dan stel ik hem voor. Kijk, dit is Henry. 10 keer Alpe d'Huez. Ja. Ja. 10 keer Alpe d'Huez, ja, ja. Het is de eerste keer dat ik met deze... Oh. Met de pukkeltocht meedoen. Nou, leuk. Zeg, ja. Toch weer wat nieuws, hè? Ja, precies. Hè. Ja, de jongens, even daar de fietsen hangen, hè? Niet hier. Er zijn allemaal rekken daar, als je daar de fiets even wil hangen. Niet hier allemaal. Oh, daar kun je de fietsen kwijt. Anders gaan we hier alles op het voorterrein. Snap je? Ja. Oh ja, ik heb uitgepeild gisteren, ja. Vind je het goed? Ja. Was maar even wennen. Wel? En denk god, wil maar het hele dag duren, jong. Ja, oké, maar ja. Auto in, auto. Ja, 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 zo werkt dat, hè. Ik had in de gaten dat er van links en rechts was. Oh, ook niet. Oh. Kan ik zien? Kom mee laten. Kan ik zien? Alles lag door elkaar in de bak, joh. Hoeveel gaan jullie? Ja, we zijn met 105. Oh ja, leuk. Ga je zelf ook? Nee, dat kan niet. Ik ben de hele dag hier. Ik ben de hele dag druk hier. Het was al om 6 uur, dus... Zo, ja. Het is wel mooi in de chance. Ja, ja, oh, oh. Dan even geduld. Dan doorsturen. Afstand, ja. 4 euro, even doorsturen. Stuurlintje. Dan heeft contant betaald. Hij pakt hem niet. Nee, de internet is eruit. Dat kan ik heel lang. Nou, schrijf het gewoon even op een briefje. Ja, wil het ook zelf. Nou, gelukkig. De dag is ook nog lang. Nou, ja, waarschijnlijk wel. Is mijn telefoon niet leeg, toch? Zal het niet? Nee. Is de stroom eraf? Nee. Ik hoop dat die laptops te lang houden. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, maar je moet niet zomaar alles uit gaan zetten. Nee. Wat eruit is, niet wat aansluit, dan moet ik gewoon aanluisteren. God, nog een zuur is dit nou weer. Ja, dat weet ik niet hoor. Mijn laptop houdt niet van lang vol, die zou ook niet. Ik zal Marcus bellen. Twee maal. Welke afstand? Dat is zo dik. Dat is de langste. Dat is de langste, ja. 4 euro, hè? 8 euro dan. 4 euro, alsjeblieft. Hebben we al stroom of niet? Je hebt nou geen stroom hier, wel? Nee. Ik kan misschien even kijken om die afstand te weten, zeker nog. Ja, doe maar even, ja. Heb je daar stroom? Heb je stroom ergens? Nee, dat doet ook niks. Zoveel spanning heb je niet gebruikt.
Als iedereen weg is, kijken of die bulkgeweer omhoog krijgen. Laat nu maar even staan. Zou ik hem ook even op een andere groep zetten als dat kan? Ja, volgens mij staat hij nu alleen op de groep. Want de laptop staat op een andere groep, de koelkast staat op een andere groep. Oké. Okay. Maar als iedereen weg is, gaan we kijken of de boog omhoog komt. Nou, top mannen. Ja, weer stroom. Heeft die laptop in ieder geval weer geregeld? Multimeter. Iemand kan multimeter zitten. Nee. Oké, ja, volgens mij is het over de 300 nou. Maar... Kijk, alles draait weer. Groep was het. Oh ja? In de hoofdverdeler, de laatste groep. Helemaal rechts. Daar was... Die lag er stopt uit. Nee, jongen. Even waar. Ga je fietsen? Ja, helemaal. Ja, dat is onze laptop, ja. Dat heb ik goed, ja. Afstand, 35. Nou, veel plezier. Straks hamburger eten, hè? Ja. Hey. We hebben hamburger goed mee maken. Hè? Ja, omdat mijn telefoon niet ligt voor internet, dus ik kan niet weg. Maar dan doe ik iets verderop, foto's maken. Nu? Nog niet? Nee, straks foto's maken. Maar dan met die nu wegkomen? Nee, we zijn daar nog niet. Als het goed is. Hoop ik. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Wat mag ik pakken, dames? Nou, gewoon alles. Waar je maar zin in hebt. Okay. En neem ruim, zeg ik maar. Waar kom je vandaan, als ik vraag mag? Ik ben geboren in Vlederveen. Ja? Ik heb gewoon de trouw Vlederveen of Vledder? Vlederveen. 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 Ja? Ik woon nu in Emmen. Ik kom uit de fiets vanuit Emmen. Aha, ook nou, ja. Oh, nou hoor, neem maar mee. Ja. Dus is nou op naar Boetanga, denk ik. Ja. Op naar het gebak. Op naar het gebak, ook nog. Ja, op naar het gebak. Hey, je hebt nog een fijne dag. Ja, en succes, hè. Doei, doei. Morgen! 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 Jazeker, de hypotheek. Hallo. Eet smakelijk. Goedemorgen. Een banaantje mee. En we hebben mooi weer, jongens. Beter dan vorig jaar, of niet dan? Ja, geen wind. Weinig wind. Het gaat niet om snelheid vandaag, hè? Nou, zijn er mensen. Ja, wel. Ja. Soms wel. Ja. Oh, Marianne, ik ben ja, dat begint hij. Nou, het was gezellig. Ja, hoor. De route was hier niets anders. Jazeker, ja, zeker. Die moet elke keer veranderd nou, worden. Nee, tuurlijk, anders is het zo saai, hè? Mooi. Hallo. Dit zijn de windappers. You been all in, old. Daar heb ik al uit. Oh, we nemen er lekker twee. We hebben genoeg. We hebben er al deur, Marjan. Wat is er? Ja, en die schaal is leeg. Nou, we gaan even weer pullen. Ging het? Ja. Een goede start, Mort. Ze fietsen een beetje haat. Ja? Ja, met, ja. Maar ik wil geen kopwerk. Ik wil een mannelijk kopwerk dan. Goed zo. Hallo, ja. Door een hengels en zand. Kijk, dat is een fan. We kunnen het gewoon weg. Ik ben al gewoon verkleumd. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi niet, hè? Doe gewoon een keer groen. Ja. Allemaal mag niet zijn. Goeiedag. Hallo. Je mag van alles een beetje pakken, hoor. Helemaal niet zo goed? Nee, van hier ook niet. Ah, maar we verstaan nu zijn handen, ja. Als de band echt serieus lek is, we hebben ook nog wat reserveband, hè.
Zo moest het, hè? Nu ben ik. Ja, net even een rustig momentje, denk ik, nee, even een broodje, maar zelfs daar krijgen we de kans niet voor. Nee. Maar wel Klein-Amerika en zo, Sint-Jansberg. Ja, de Stekkerberg, oh nee, ik heb een beetje genoeg gehad. Ja. Alles 12, nog niemand binnen, jongens. Normaal was er lang binnen geweest. Ja. Oh, kijk, komt de eerste al. Dat is de eerste, die is vlug. Helaas geen foto. Ze komen vroeger als ik dacht. Die hebben denk ik de 35 fiets of zo. Goedemorgen. Kijk, die gaan minder uit. Hoi. Ik kijk wel minder plezier. Is lachen. We gaan een aardig tempo. Die gaat dan moeilijker. Lachen! Probeer al zo goed mogelijk al de compositie goed te krijgen. Kijk, ik heb er al meer moeite mee. Ja, bent er bijna! Nou, dat loopt wel mooi zo, achter elkaar. Nou, er komt een hele serie. Ja, handjes! Willy, netjes erop, nee precies. Smaakt die hamburger beter, hè? Ja. Jezus. Mooi, hè? Nou. Zo, dat was uitdagend. Ik ga bovenaan een bult staan, daar gaan ze niet zo hard, maar dan zijn die knallen nog steeds gewoon op volle bak door. Moet opletten, hij is bijna vol. Nou, deze is rustig. Nou, we hebben ook aardig wat al gehad hoor, stiekem deel. Shit, mijn kop schieten. Ja, fixed. Dank je. Zie. Ja, mooi hè? Wel, geniet is dat. Op naar de hamburger. Ja, blijf lachen.
zeg niks. Ik wil liever niks meer mee naar huis nemen straks. Dus het moet wel op, hoor. Maar... Frank, als je ziet hoe snel die tafel nog leeg is. Dank voor de snelle jelle. Graag gedaan. Graag gedaan. Mooi, en die banaan? Ja, goed zo. We hebben nog wat banaantjes en snelle jelles. En de rest zijn we doorheen. Ja, dat is... Snelle jellen dan maar. Lekker. Ja. Dankjewel. En een banaan. Maar eerst naar de... Wacht even, maar, Kees. Achter in de bus zitten of voor de bus? Oh, want ik moet eerst een lange ding erin hebben, die tieren. Ik moet er eerst gedaan. Ik zal het hier opstellen, ja? Zou je mij een locatie kunnen sturen? Heb je... Ja, de Upbergswolderweg staat hier. Nee, even naar... mijn nummer staat ook op het papiertje. Als je het bij hebt, kan het ook even zeggen. De beruchte Hollerweg. Dan zet ik hem even ergens stil. Hallo, met Geert. Ik ben op weg naar jou vanaf het verzetje. Ja, ja. Geert. Ja, hoi. Ik ben nu onderaan de Ubbergse Holleweg, hoe heet dat? Waar sta jij ergens? Oh, daarboven, bij Tante Koosje is dat. Oh. Geert, held! Jij hebt toevallig niet van die KTM-dingetjes bij, hè? Een KTM-dingetjes? Ja, dat... Ik zal laten zien wat ik bij me heb. En je bedoelt met zo'n missing link? Ja. Even kijken, dat is deze. Klopt. Deze, dat is een oude. Maar goed, die moet ook kunnen werken, hè? Jazeker. Ik heb hem hier kapot getrapt. Ja, ik zie hem. Ja. Ja? Moet ik even iets doen? Kan daar? Ja, zeker. Die innieuwen. Ja, super. Moet ik de kooi even naar beneden duwen? Helpt dat? Om hem wat korter te maken? Oh, ja. Nee? Nee, we moeten echt dat tangetje hebben. Gaat hem niet meer worden, jongen. Oh, ja. Dus even kijken hoor. Ja, ik zal het even. Maar net één onderdeeltje toch? Wat ja, miste? Ja. Ja, wat de naam al zegt, hè. Ja, Misselink, ja. Een soort door zoiets kleins. Ja. Het was super dat jullie konden komen. We zaten jullie gewoon met z'n drie op de foto. Niemand die er iets van hoeft te weten. Nee, precies, nee. Hé, hey, baller. Dit. Haha. Geert is met de bus weg, zonder weer met een gebroken ketting. Dus... We hebben al schoenen moeten regelen voor iemand en een shirtje moeten regelen voor iemand. Ja, dat soort dingen komen we allemaal tegen op zijn dag, hè. Schoenen maat 45, hè, maar alles ook nog, hè. Henry. Maar... Ineens kwam die klim, die klim, hè. Ja, en dan zit je in een zwaar verzet. Zwaar, en dan knak. En dan ja. Knak, ja. Dan de zwakste schakel, letterlijk. Ja, precies. Ja, je bent nog een van de weinigen met de speedplay pedaaltjes. Ja, ik vind dat zo fijn. Ja? Ja. Zeg maar, jongens. Eén Radler en drie Coda graag. Eén Radler en drie Coda. Wat moet dan? Dus dan wordt €2 dan. Ja. €2, €3 dan. Ik moet even jou mee om te betalen. Oh, yeah. Boten bij de vis. Ja, precies. Hey, waar is de cola? Waar is die cola? Het is niet meer koud.
Rater is er nog en dat drink ik zo op, joh. Je moet er iemand laten bijhalen, want het schiet niet op zo. Ik hoor het mee doen, de koor is bijna op, joh. Het schiet er niet op. Ja, veel plezier, hè. Ja. Oh, je hoort helemaal niet bij de motorbike tocht. Je hoort hem niet bij de motor. Hij belt niet in dat je wil rennen. Godverdorie. Om te appen tot hij met je doorfietst. Gas erop, non die. Nou, we willen eigenlijk gaan stoppen, ja. Oh shit, even terug. Hij zit uit. Even terug fietsen. Hè? Shit, hier het zwart. Ja? Nou, dankjewel. Hoppakee. Dankjewel, jongen. Heb je toch een actiefoto? Heb je toch nog een actiefoto? Jo, hetzelfde. Alsof de duivel ermee speelt, hè? Hoppakee. Hey man. Hey. Kijk, nou willen wij een hamburger. Ja. Goed, die kan doorrijden. Gewoon doorrijden. Ja, we hebben best wat clubs hier en daar. Dus doe de krennenbod in en de Lions waren al op, dus dan hebben we alleen maar bananen en de snelle jelles. Wat is de grote man van de organisatie dan? Oh. Tafonkjoor. Ja, maar die waren al heel snel door onze krennenbod. Ja, dat moet je wel zeggen, toch? En wat zijn de mensen nog aan? Nou ja, ik bedoel snel, maar toen was de grote gras al west, hoor. Oh. En de Lions waren ook deur, dus op een gegeven moment hadden we snelle jelles nog. En, jij nog tot laatst? Ja, en de bananen. Ben je een hoop mensen teleurgesteld? Nee. Nee. Het is natuurlijk wel zo, ja. Ze hadden nog iets te goed, hè? In Bhutan een koffie met gebak. Ja. Dus. En heb je een beetje... Was er ook? Ja, ja. Tuurlijk was ik. Ik heb helemaal niet zo. Ik was zij FIFA dan. Was het er dan? Was het leuk? Ja, mooi, heel mooi toch. Prachtig. Ja, echt. Heel mooi. Ja. Genoten? Mooi zo. Ja, ja, dat is het voordeel hier, hè. Dat vind je nergens zo, hoor. Nou, dat is een mooi tochtje. Goed zo, dan doen we het voor. Mannen, bedankt. Ja, graag gedaan. Dat was helemaal top. Goed zo, niks vergeten. Nee, nog wel, maar nu had ik hier. Oh, je laat je hier, heel goed. Zitten wij ermee? Ja, dat is lastig, ja. Thank you.
MTB ride. Nou, nog wel niet in. Ik kan eruit. Hop. Deze gaat ook net, hè? Nou, pak toch deze. Hop. Oh.